Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santoki krijgt bezoek van Braziliaanse en Guyanese ambtgenoten. Voorraad vaccins wordt binnenkort aangevuld. Gemiddeld 70% opkomst op middelbare scholen. Gemeenschap Gingistong hoopvol gestemd over agrarisch project LVV. Regering bekijkt mogelijkheden voor verlagen brandstofprijs. En stel vaccinatie niet onnodig uit. President Chandrika Prasad Santoki krijgt op 20 januari bezoek van zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro. Op dezelfde dag zal ook president Mohamed Irfan Ali van Guyana voor enkele uren in Suriname vertoeven. Minister Albert Ramdin heeft de komst van de twee bevriende staatshoofden op woensdag 12 januari 2022 aangekondigd tijdens een persconferentie. De bewindsman legde het doel van deze bezoeken als volgt uit. U moet dit bezoek zien in het kader van twee zaken. Eén is dat we in het kader van onze buurlandenpolitiek de relaties met onze buurlanden heel intensief willen houden, heel nauw willen houden, op een vriendschappelijke manier, op een functionele manier, om goede betrekkingen te realiseren. Wanneer landen dicht bij elkaar zijn, heb je heel wat issues die je moet bespreken. We zitten in dezelfde geografische ruimte. Dat betekent en dat brengt uitdagingen met zich mee, maar ook kansen, mogelijkheden tot nauwere samenwerking. En het is goed gebruik dat je dus ook op verschillende niveaus contacten hebt. Zo is dat ook met Brazilië het geval. Dus dit bezoek in de eerste plaats is een bilateraal bezoek, een officieel bezoek van de Braziliaanse president met een delegatie aan Paramaribo. Eerder zijn er presidenten van Brazilië in Suriname geweest. President Lula in 2005 was hier in het kader van het voorzitterschap van CARICOM toen. Dat door Suriname werd bekleed. En daarna in 2013 het bezoek van president Dilma Rousseff in het kader van de overdracht van het voorzitterschap van UNASUR aan de toenmalige president. Dit bezoek heeft specifiek een bilateraal karakter. Dus in dat opzicht is dit het eerste bilaterale werkbezoek dat een president van dit grote Zuid-Amerikaans land zal brengen aan Suriname. Het is ook het eerste buitenlandse bezoek op dit niveau dit jaar voor de president van Suriname. Dus in vele opzichten een mooi moment voor het land. Ik zei al dat het eerste aspect is, de bilaterale samenwerking. Het tweede aspect heeft te maken met het feit dat we zitten in dezelfde geografische ruimte, maar deze geografische ruimte, als u wilt, de Guyana Shield, het Guyanese schild. Er is zoveel gaande in dit gebied in termen van veiligheid, in termen van verkeer, in termen van economische potentie, dat het ook nuttig is om over een ruimer gebied dan alleen het bilaterale gebied te spreken. En vandaar dat ook tijdens dit bezoek het eerste overleg zal plaatsvinden tussen de drie presidenten, in dit geval de president van Suriname, de president van Brazilië en de president van Guyana, die ook voor een paar uurtjes op 20 januari hier aanwezig zal zijn, specifiek om het overleg met de twee andere presidenten te kunnen voeren. In Suriname is tot op heden ruim 47% van de samenleving gevaccineerd, hetgeen nog aan de lage kant is. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid roept de samenleving op zich alsnog via inenting te laten beschermen tegen het gevreesde COVID-19-virus. De vooruitzichten zijn dat binnenkort genoeg vaccins beschikbaar zullen zijn.
Met betrekking tot vaccinatie hebben wij een doelgroeppopulatie die wij vaccineren in Suriname. Dat is 12 plus. En daar 12 plus, weet u, is Pfizer. Pfizer is het enige vaccin dat is goedgekeurd voor de leeftijd van 12 jaar naar boven. We hebben dus Pfizer, we hebben AstraZeneca. Dat is eigenlijk het meest toegediend in Suriname. We hebben Moderna gehad, dus inmiddels opgeraakt. En we hebben Sinopharm. We hebben dus de doelgroeppopulatie, dat is 12 plus. Dat komt op een aantal, dus de groep zelf is 481.651 personen. Daarvan is volledig gevaccineerd 38,2%. En we hebben de totale populatie, dat is 601.158. Tot heden hebben we 520.000 prikjes geplaatst. Dus prikjes. Maar als we kijken naar hoeveel personen zijn volledig gevaccineerd, dan komt dat op 47,72% die volledig is gevaccineerd. En de mensen die boosters hebben gehad, dus van de volledig gevaccineerden in de totale groep als je kijkt, is dat 5,8%. Er zijn bijna 28.000 booster shots toegediend. Belangrijk om te weten voor de samenleving is dat dit nog aan de erg lage kant is. Als we kijken in de regio, want we hebben ook overleg met de landen in de regio, via de CARICOM, via de PAHO, de CARFA. Dan merk je dat we ongeveer in het gemiddelde zitten van het Caribisch gebied. Dus die hesitancy, die lage bereidheid, is niet alleen een Surinaams probleem. Het is een probleem ook in de regio en ook in andere delen van de wereld. Maar als je kijkt naar beschikbaarheid van vaccins, dan hebben we op dit moment AstraZeneca, wat Pfizer hebben we wat over en Sinopharm. Dus deze drie vaccins worden gebruikt in onze campagne. We krijgen binnenkort de donatie van Amerika via CARFA, dus CARICOM, krijgen we binnenkort weer Pfizer. Vaccins. Dus er zal genoeg, de vooruitzichten dan voor de campagne is dat er genoeg vaccins beschikbaar zullen zijn voor die samenleving. En dat is dus de informatie met betrekking tot vaccineren. Het beleid van Volksgezondheid voor de komende periode met betrekking tot vaccineren zal zijn dat wij het BOG en de RGD en de medische zending als basis hebben voor vaccineren, maar dat er ook nog wat andere plekken zoals Dropkliniek, het Zorghotel, waar er enorme goede toeloop is. Maar en ook hebben we de mobiele unit vanuit het BOG, die dan op afroep, bijvoorbeeld bij een bedrijf of een hotspot, op een dag aanwezig zal zijn. En die mobiele unit heeft hele goede cijfers gehaald, omdat het op verzoek is geweest van bijvoorbeeld een kerk of een groot bedrijf, of een hotspot ergens, weet je, dus door de Lions of wie dat ook georganiseerd. En dat willen we blijven inzetten, want dat kan helpen om een gebied makkelijker te bereiken. Meer dan de helft van scholieren en leraren van middelbare scholen heeft zich op woensdag 12 januari 2022 aangemeld voor de eerste schooldag na de kerstvakantie. Hiermee is gehoor gegeven aan de oproep van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Van alle scholen is 70% van de scholieren verschenen. Bij de leraren lagen de cijfers rond de 80%. Het beroepsonderwijs meldde hoogste opkomsten van de dag. Veel van de scholen op dit niveau hadden 90% bezetting. Het VWO, HAVO en SMO noteren een gemiddelde leerlingenopkomst van 83%. Slechts op 2 scholen was de helft van het lerarenkorps wegens ziekte afwezig. Om de opkomst te meten had het ministerie aan de schoolleiding de opdracht gegeven de data van aanwezigheid, ziekte en verzuim te verzamelen. De informatie werd vervolgens verstuurd naar de afdeling inspectie VOS. Deze data zal geanalyseerd worden om de verdere stappen te bepalen. Bovendien zal de informatie het ministerie ook inzicht moeten verschaffen van het onderwijs in de huidige COVID-19-situatie.
Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is voornemens een agrarisch project in het dorp Gingestong uit te voeren. Kapitein Erwin Linga is ingenomen met dit plan. Hij zegt dat Gingestong daarmee een voorbeeld kan zijn voor omliggende woongemeenschappen. De lokale bevolking is hoopvol gestemd en we gaan ervoor, zegt de dignitaris. Dat zou Gingestong een voorbeeld moeten zijn van die andere gebieden, van die andere dorpen op de rivier. En hiermee willen de regering ook bewijzen dat wij als Ramakanes ook koeien kunnen kweken, schapen en keiten. En dat we ook naast die landbouw wat we doen, die Higro en Lazy en wat we planten, dat we ook iets anders kunnen doen. Want als je bezig bent om koeien te kweken, dan ben je bezig ook geld te sparen. En dan spaar je ook middelen, financiële middelen. En dan kunnen we dat aanleren. En ze willen dan Gingestong gebruiken om verder met die andere dorpen verder te gaan. En waarmee is het ministerie ingekomen? Ja, het ministerie is bezig. Ze zijn ingekomen met machinerieën. Nu hebben ze daar een ploegmachine gebracht, ja. En ook olifantgras, zodat we die kunnen planten. En met financiële middelen, daar wordt het dorp ondersteund. Maar het blijft niet daarbij. Het gaat verder uitgebreid worden naar die andere dorpen. En er is ook afspraken lopende met de Graman, ook... hoe zij dan het gebied van het landbouw gaan ontwikkelen in het Boven-Suriname gebied. En hoe was de ontvangst van de bevolking van Gingestong ten aanzien van het idee van het veeteelproject? Ja, het ontvang was wel goed, maar het kan wel beter. Omdat er zijn ook andere factoren die spelen. Want... soms hebben we mensen overleden. Er was ook een overleden geval aan de overkant. Dus waardoor wij die ontvang niet zoals het moet, maar het is toch gebeurd. De regering kijkt volgens minister Saskia Walden naar alle mogelijkheden om de brandstofprijs aan de pomp zo laag mogelijk te houden. Er is momenteel een lichte daling van de wereldmarktprijs. De bewindsvrouw geeft in een vraaggesprek met CDS-directeur Alvin Roosveld aan hoe hierop wordt ingespeeld. Goedenavond, beste kijkers en luisteraars. En bedankt meneer Roosveld voor deze gelegenheid. Het is natuurlijk goed nieuws, omdat wij vanuit de regering altijd hebben beloofd dat wij er alles aan doen om de gemeenschap tegemoet te komen. Ook wat betreft de brandstofprijzen aan de pomp. Wij gaan marktconform, maar tegelijkertijd kijken wij naar alle mogelijkheden om de prijs zo laag mogelijk te houden. En waar er ook een daling op de wereldmarkt is, dat wij ook de prijzen aan de pomp willen verlagen. Dus het is goede nieuws. Er is een lichte daling van de wereldmarktprijzen. En dat komt dus de gemeenschap te goed. Ook de pompen voor onleaded worden verlaagd. Het goede voor de diesel is dat die stabiel worden gehouden. We hebben vorig jaar het aantal keren moeten verhogen bij de stijgingen. Maar nu kunnen we zeggen van de dieselprijzen zijn stabiel en onleaded prijzen worden verlaagd. En ik mag ook verklappen, doordat de prijs van onleaded verlaagd wordt, dan spreken wij over ongeveer 10 miljoen SED dat terug naar de gemeenschap gaat. Ja, als we ervan uitgaan dat wij ongeveer 20 miljoen liters unleaded aan de pomp consumeren of kopen. En dat er daar 50 cent, dus in plaats van 17,95, 17,45 wordt betaald, betekent dat op macroniveau voor de totale gemeenschap,
dat de regering weer 10 miljoen beschikbaar maakt in de zakken van het volk, om het uit te drukken. Dat komt terug in de portemonnee van degene die onledig gebruiken. Dus dat is wel het goede nieuws. Yeah, dus daar ben ik zelf mee blij. Tegelijkertijd, ik wil niet dat de vreugde van korte duur moet zijn. We moeten realistisch blijven dat de regering de wereldmarktprijzen die niet bepaalt. Hè? De regering van Suriname bepaalt die niet. Dus waar er de wereldmarktprijzen, dat het mogelijk is dat die gaan schommelen in de toekomst en dat er ook wel een stijging moet zijn. Maar wat wij vanuit de regering kunnen beloven, is dat wij altijd naar alle mogelijkheden kijken om de prijs zo laag mogelijk te houden. Hoewel de bereidwilligheid om te vaccineren tegen het COVID-19-virus toeneemt, is het percentage gevaccineerden in Suriname toch nog aan de lage kant. De Omicron-variant maakt het daar niet makkelijker op. Hoewel milder, gaat de besmetting sneller en het aantal geïnfecteerden wordt groter. Dit betekent dat vaccineren een pre is. Laat u zich daarom inenten tegen het virus. Twijfel niet te lang, stel het ook niet nodeloos uit. Vaccinatie is levensreddend. Bent u reeds gevaccineerd? Zorg er dan voor dat u nog altijd de maatregelen om besmetting te voorkomen in acht neemt. Voor een ieder geldt, voorkomen is beter dan genezen. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.